Gucken Sie mal. Also, danke schön. Check, 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 check. 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 It's working earlier. It's working. Yeah? Yeah, yeah, it's working. Yeah. No? No. No. All right. We can hear you anyway. Gonna have to, yeah, I'm just gonna have to do the acoustic, I guess. Okay, great. Ja, dan geen microfoon. 50 jaar geleden komt Frank Zappa met de Amerikaanse televisieshow Steve Allen Show voor het eerst een fiets als muziekinstrument te zien. En Steve Allen had zoiets van, nou, meen je dat wel serieus? En Frank Zappa die kwam er dan dus aan met een strijkstok en die had dan een microfoon die dan werkte. En het deed je gewoon zo, uit die snaar en hoor je eigenlijk... Goed, hier zit geen haren op, dus ik boos het geluid een beetje na. Je kunt het op YouTube zien, Steve Allen Show, Frank Zappa. Kijk het even naar. Ik ben zelf op het idee gekomen om dan verder te gaan met fietsinstallaties die geluid maken. Ik heb me laten inspireren door YouTube. Er zijn filmpjes als hele composities. Die staan daar op die laptop, kan ik ook laten zien. En daar is eentje bijvoorbeeld, die heeft een velglint als basnaar gebruikt. Waarbij je dus zeg maar ook je boel een beetje kan spannen met de pedalen. En je kunt ook deze hier als basnaar, die kun je dus gewoon hiermee een beetje strakker zetten. Dus kun je, als je een microfoon weer bij hebt, die jammer genoeg niet werkt, maar daar hoor je dus toch geluiden bij komen. Als je heel dit. Heel dicht je oor bij hebt, dan hoor je verschillende. Hier kun je ook een hele harp van maken. Tussen deze buis en die buis. Dat is bijna ideaal om snaren tussen te doen. En nou, die maken dan ook een leuk geluid op de microfoon. Je kunt de derailleur kun je ook zien als een geluidsopwekkend ding. Kijk, en dit is natuurlijk ook een van de dingen die je in kan calculeren om het op een bepaald moment te laten knappen. En dan maak ik allemaal geluiden. Je kunt hiermee geluid maken. Maar je kunt ook zeggen van ik pak een sado. En de sado heeft natuurlijk een mooie donkere toon. Je kunt het op een drumstel. Zou ik zetten. Dan heb je in één keer een basdrum. Maar je kunt ook zeggen van maak je ratel van. Als je ritmes doet, je gaat samplen, je kan een hele symfonie mee maken. Maar je kunt ook verder gaan. Je kunt ook gewoon je fiets helemaal in stukken zagen. En bijvoorbeeld die buis. Tussen deze en die, dat is één fiets. Die buis die heb je hier als een soort van, hoe noem je dat? Een kloppingsspel. En die is een speler. Met ook weer twee onderdelen van de fiets, twee spaken. Ze hebben perfecte drumstokjes. En die kun je natuurlijk hier op dit draaien. Iedereen heeft het gehoord natuurlijk. Als kinderen, dat doe je met een kaart ertussen. Dan krijg je dus weer een soort voorgeluid. Maar... Nou, ik vind het best een mooi ding. Ook als je spaken spant, dan gaat een fiets onder een fiets maken. Dan spaak voor spaak luisteren naar de toon. En je hoort al, als een spaak los zit, dan klinkt hij heel laag. Zit hij vast, dan klinkt hij heel hoog. Nou, dit kennen we allemaal. Nou, dat is natuurlijk al een heel duidelijk instrument wat bij elke fiets ook meegeleverd. En je kunt ook verschillende tonen eruit halen. Jody heeft hier nog een
mooie toevoeging, zeg maar weer uit de allereerste fietstijd. Van fiets. Ja, dit is een beetje de demonstratie van de fietsmuziek. Jij wilt nog wat vertellen over Frank Zuijmer? Eerst even een nummer spelen met. Ja. We hebben ook een band. Arjen en ik zijn de Freewheelers. En wij spelen blues met een cello. Het is een beetje een nieuwe combinatie. Ja. Thank you.
guys. I have a little plan. So okay, let's play. I read some stuff. You okay. can play it quietly, but you can also use the mics. Okay. So I have a little performance. Sure. Spontaneously. Sure. Right? All right, sounds fun. Good. Want de droge lezing daar hebben we allemaal geen zin in. Natuurlijk wel wat gebeurt. Hij doet het hè, trouwens. Yeah. It doesn't really doesn't work. It really doesn't work. That's a shame. Well, my voice is loud enough, so. The game, you said? No, that doesn't work. That doesn't matter. We have another chord, so we have another chord that he's going to go get. Okay. Oh, well, we need to do this. Okay. En we zijn hier ook om het herinneren Frank Zappa 50 jaar geleden, dus met zijn fiets op tv kwam in de Steve Allen Show. En Frank is nu 20 jaar dood. Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben Tim van de Broek. Grote Frank Zappa liefhebber en volger van zijn werk sinds zijn dood. Dus ik heb hem helaas nooit live kunnen zien, maar ik ben een enorm liefhebber van zijn werk. En ik heb even een klein stuk geschreven over de Big Note theorie. Because round things are boring. Zo sprak het personage All Night John Lijzig op Zappa's album Lumpy Gravy in 1967. Het absolute sleutelwerk uit het oeuvre van de Amerikaanse componist. Zijn Big Note theorie komt hier voor het eerst te sprake, maar interessant zijn ook de verwijzingen naar ronde dingen. Voor de mensen die het album niet kennen, Lumpy Gravy is een collage van moderne klassieke muziek. Monologen en dialogen gevoerd door mensen, verstopt in een piano, in drums. Je hoort flarden, surf en elektronica muziek. En er wordt Merry Go Round gezongen, een bekend liedje. Er wordt gesproken door een grote trommel. En de geluidsdrager zelf uiteraard, het vinyl, is ook rond. Mocht Frank nog hebben geleefd, dan zou hij zich toch cynisch hebben uitgelaten over de zogenaamde opleving van het vinyl. Merendeels, laten we eerlijk zijn, gebaseerd op nostalgie. Frank had dus in het begin moeite met de manier waarop muziek verkocht werd. In zijn tijd dus voornamelijk op LP vinyl. Zijn tijdgenoot Todd Rundgren had er zowaar nog veel meer moeite mee. Tot kreeg het voor elkaar om een half uur muziek op één LP-kant te proppen, terwijl, zoals we allemaal weten, iedere kant van de plaat zo'n 15 tot 20 minuten muziek kan hebben. Hoe meer informatie op één vinylkant, hoe slechter de geluidskwaliteit. Een ontzettend beperkt medium dus voor genie als Frank Zappa, die vreselijk veel wilde doen in een zo groot mogelijke tijd. Because round things are boring. Daarna hoor je een diepe zucht op de LP, alsof het personage wil zeggen, gooi de LP maar weer weg. Frank voorspelde al begin jaren 90 dat het internet uiteindelijk een belangrijke speel zou worden in het verspreiden van muzikale informatie. Nou, inmiddels weten we niet beter. Wat Frank echter niet kon voorzien was dat muziek, of muzak zoals je wil, nu vooral voor het oprapen ligt. Vaak in hapklare brokjes. Soms zelfs maar geschikt voor één minuut. Maar laat ik het onderdeel positief benaderen. Meer dan ooit is muziek een gezamtkunstwerk geworden. We dragen het allemaal bij ons. We toveren het nu uit onze telefoon. We zijn niet meer afhankelijk van tijd, van het vinyl of zelfs van de platenmaatschappij. We delen onze eigen tijd in. En die tijd die lijkt soms oneindig. We hebben een harddisk vol met muziek. En we hoeven niet meer op te staan om even iets om te draaien. En tegelijkertijd kunnen we met één vingerbeweging klanken die op ons eerste gehoor niet zo bevallen, meteen weer wegklikken. Maar omdat het zo makkelijk wordt gemaakt, is er weinig plek meer om nog maar te luisteren naar de geluiden om ons heen. En dan had ik het over de Big Note theorie, een belangrijke conceptuele continuïteit van Frank op het album Lumpy Gravy. In tegenstelling tot de Big Bang verhaalt de Big Note dat alles in het universum is gemaakt uit één element, één noot. Vaak jaren 60 gebrabbel, misschien. Laten we niet vergeten dat dit absoluut geen originele gedachte was van Frank. Immers John Cage kwam hier al veel eerder mee met zijn spontane composities. Maar het was Zappa die voor het eerst in de popmuziek het allemaal wist te brengen. Het idee dat geluid zo vrij is dat er werkelijk alles mee gedaan kan worden, is een prikkelende gedachte. Je kunt mooie dingen doen met geluid, je kunt lelijke dingen doen met geluid. Aldous Frank, een meester in het simplistisch vertalen van zijn vrije ideeën. Vanaf de jaren 70 documenteerde Zappa alles wat hij de moeite waard vond. Dat ging zelfs zo ver dat kleedkamergesprekken van zijn bandleden gewoon werden opgenomen. Hij werd gebruikt in zijn folkloristische verhalen van het leven on the road. Het werd verwerkt in een sample voor een heel ander stuk. Wat heeft het nou allemaal met fietsen te maken, zul je je afvragen? Ja, alles. Zoals gezegd, in 1963 werd Zappa uitgenodigd door Steve Allen om in zijn show op te treden.
Net als bij De Wereld Draait Door wordt het bijzonder gevonden wanneer je buiten de gangbare paadjes treedt, iets bijzonders laat zien. En Frank was op dat moment componist van B-films en surfmuziek en zocht dus de nodige publiciteit. En met zo'n rare achternaam had hij dat natuurlijk wel een beetje mee zitten, werd hij meteen uitgenodigd. Nu wordt je nog enigszins subtiel de nar van de natie wanneer je 4 minuten 33 stil achter een piano gaat zitten bij Matthijs van Nieuwkerk. In de jaren 60 werd er echt nog lacherig gedaan over Cage-achtige uitspattingen op televisie. En waarom ook niet? Does humor belong in music? How long are you playing the bike, Frank? Vraagt Steve Allen. About 2 weeks, is het antwoord van Zappa. Vervolgens geeft Frank aanwijzingen aan het orkest van Steve Allen. Aanwijzingen zoals speel de hoogste noot die je kunt vinden op een trompet. Op teken van een bepaalde handsignaal van de meester zelf natuurlijk. Want Zappa blijft, is de componist. Hij organiseert en bepaalt wanneer er wat komt. Echter, wanneer hij je een teken geeft om te improviseren, dan is de muzikant in kwestie op dat moment ook de componist. Het geluid als de grootste vrijheid van de mens. Frank is nu 20 jaar dood en dat wordt op verschillende manieren herdacht. Zoals hier bij het Bike Concerto. Het vinyl kent veel beperkingen, maar levert de muziek niet. Geniet van de bikes. Is it a free wheel? Are we here?
Okay, but I've been on Route 66, it's kind of boring, but we're going to go to Kansas City now.